ons Grunigs hoop, geeft aan ons steungeur. Wel stapt de hoed verkoop en stelt ons nooit teleur. Ik heb op een gegeven moment een documentaire gezien op NPO 2, Heel Groningen Beeft. En aan de hand van die documentaire kwam ik op het idee om een nummer erover te schrijven, omdat het toch heel Groningen aangaat. Roberto Tan schrijft de raps, Erwin de Vries zingt en ook hij is er niet gerust op. Het was in eerste instantie omgeving van Loppersum, maar ik denk dat de rest van de provincie zo langzamerhand ook zorgen moet maken. En of de Vries zelf slachtoffer is van de bevingen? Ik heb wel wat scheurtjes, maar ik weet niet zeker of het van de aardbeving komt. Dan hoopt dat zijn lied door een groot publiek beluisterd wordt. Nou, voornamelijk dat ik mijn idee, zeg maar, mijn mening erover wil verspreiden. Zeg maar. Gewoon, het moet gewoon gehoord worden door de mensen. Zeg maar. Niet alleen de mensen in Groningen. Ik hoop ook de mensen daarbuiten te bereiken. Het is minister Kamp die zorgt daarvoor het beleid. In samenwerking met de NAM die naar de plannen kijkt. Wie betaalt uiteindelijk... Straks komt minister Kamp weer een keer naar Groningen. Die zit in de auto. Die luistert naar Radio Noord. En dan komt de schok voorbij van jullie. En wat denkt hij dan? Wat hij denkt, weet ik niet. Wat ik hoop, dat hij dan een impuls krijgt. Om dan te denken van, nou, misschien moet ik er toch wel meer aan doen dan wat ik gedaan heb. Gezien de opstelling van minister Kamp tot nu toe, lijkt de kans zeer klein dat hij zich laat beïnvloeden door een liedje.